Hallo mensen, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe FIFA video. Ik heb er heel veel zin in en ja, inderdaad, het is vandaag voor mij donderdag, dus dat betekent Weekend League Rewards en ik ben geliefd bij mijn laatste wedstrijd. Hoe dit kwam, als je alt-tab drukt bij FIFA, ja, dan gaat het mis. Via PC kan dat dus niet en ja, dan gaat dus... Word je eruit gekikt, ik stond 3-0 voor. Helaas jammer, maakt niks uit. In ieder geval, in deze video gaan we de Weekend League Rewards claimen. En ik ben goud 3 geworden, is niet heel goed. Ja, ik vond dat het wel beter kon, maar dit kwam eigenlijk omdat ik een beetje weinig tijd had. Ik had geen tijd dat weekend en ik moest nog strijden om in ieder geval goud 3 te halen. Is gelukt, 1 megapakket en 1 goud spelers premium pakket. Nou, ik ben er best blij mee, 20k, prima. Ik had niet heel veel potjes kunnen spelen en ja... Ik ben al gekwalificeerd. Blijkbaar bij PC had ik op de EA Twitter gelezen. Ben je dan niet gekwalificeerd? Ben je pas bij Elite 1 voor Elite 3? Dus ik dacht, ben ik nou al gekwalificeerd? Dat kan toch helemaal niet? Maar blijkbaar wel. Prima. Niks mis mee. En nu is het dus tijd om even deze Weekend League Rewards te gaan openen. Ik stem dat we eerst deze doen. Wordt het een walkout? Ah, het is geen walkout. Oh, een inform! Ja! Dat is prima. Deze is volgens mij niet heel slecht. Ben jij er? Ik ken hem wel, maar... Ja, ik weet helemaal niet of deze goed of slecht is. Of die veel waard is. Oh, 55k. Oh, dat is niet verkeerd. Dat is zeker niet verkeerd. Oh, dan pak je gewoon een informie. Prima. Heb ik toch nog uit mijn Weekend League. Op dit moment ongeveer 70k. En hier nog wat spelertjes. Hebben niet heel veel aan. Ik dacht, misschien kunnen we nog even een squad builder challenge nu gaan doen. Zou wel leuk zijn. Misschien wordt dit een walkout. Wordt het een walkout? Geen walkout. Kan alsnog iets goed betekenen. Alleen maar kleine sterretjes. En dan denk je, waar doe je het voor? Nou. Heel erg jammer. Dit is heel slecht. Jongens, dit is wel serieus matig. Ik had meer verwacht van deze pakketjes. Helaas is het niks geworden. Nou, laten we nog even een squad builder challenge. Hij is voor 65k in één keer verkocht. Misschien heb ik hem voor goedkoop erop gedaan, dat weet ik. Hij was zelfs voor 64k, maar toch is die van mij verkocht. En er staan er niet zoveel op, dus hij is wel prima zo. Laten we in ieder geval een squad builder challenge gaan doen. En dit keer is dat... Dit keer is dat deze. En deze is verhandelbaar. En ik ga heel even het verschil kijken. Want deze moet je algemeen in beoordeling 84. En deze is niet verhandelbaar. Wat is het verschil? Oké. Dit is wel nice. Ik ga heel even één keer deze doen en één keer wel verhandelbaar. Misschien iets meer. Laten we gewoon even wat squad builder challenge doen om die packs lekker te kunnen openen. 6.5 hours later. Oh mijn god. Ik snap er helemaal niks van, jongens. Ik moet 84 beoordelingen hebben. Ik heb een Sidefoot Head waar ik een andere keer ook over had verteld. En daar staat een team. En die is serieus slechter dan dit team. Bijna nu hetzelfde omdat ik al de hele tijd probeer te veranderen. En deze is 83 en die van hem is 84. Hoe kan dat? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik snap hier helemaal niks van. Ik snap hier helemaal niks van. En nu heb ik het wel, hè. Nu heb ik het wel. Ik snap hier echt serieus niks van. Nu heb ik het wel gewoon. Ik heb nu precies hetzelfde team gemaakt. En net had ik higher rating. Dus ik had in plaats van de rechtsmidden had ik een 82. Op het middenveld had ik een 84 en een 82. Nou, dat is geen 2 keer 83, maar 84, 82. En daar dan weer een hogere. Dus ik had een paar keer wel wat hoger. En nu is die wel goed. Oké, jongens, deze is verhandelbaar. En zometeen ga ik die andere voltooien. Ik moet heel even eten en ik ben al super lang bezig. En het lukt me even niet. En het zit allemaal even tegen. Maar in ieder geval, verhandelbare team van de week. Ik ben benieuwd. Ik kijk niet. Kom op. Is de walkout? Alsjeblieft. Was deze goed? Nee. Volgens mij is deze niet zo goed. 27k. Heel erg matig. Oh mijn god, jongens. Het is net 9 uur geweest. Het is al 3 over 9. Shit. We zijn 100 capex. Oh nee. Schiet op. Oh, ik ben keihard naar boven gerend. Toen ik zag dat het 9 uur was. Keek op mijn telefoon. Ik zag 100 capex. Ik dacht rennen.
Dus we moeten snel, Oh mijn god, er zijn nog heel weinig. Kom op, oh mijn god, geen walkout. Snel, snel, snel. Ik moet opschieten. Ik weet niet wat ik allemaal krijg, maar ik moet opschieten. Er zijn er nog maar heel weinig. Oh, ik verkoop allemaal 84 plusjes en zo. Kom op, is de walkout? Nee! Oh nee! Oh, het is een inform. Kom op. Oh, niet heel best. Oké, in ieder geval weer een inform. Oh, schiet op. Oh, een 86 plus Miranda. Oh, en Vardy. Oh, niks mis mee. Op transferlijst. Hier iets nog. Nou, vast niet. Snel, snel, snel. Kun ik er nog geen? Kan ik er nog geen? Dat was zeker geen verkeerd packje. Nee, weer geen walkout. Wel iets goeds. Ah, 84 plusje. Oh, kom nou. Oh, pailletje. Oh, prima. Hier nog iets. Volgens mij niet echt. Oké, go, go, go. Oké, volgende. Walkout. Nee, weer geen walkout. Oh, wel weer in een vorm. En het is een matig in vormpje volgens mij. Oh, weer een in vorm. Hard. Oké, ja. Nou, we hebben niet heel veel meer. We kunnen nog één openen en ja, dan is het alweer voorbij. Oh mijn god. Ik vind ook heel veel coins hier. Nee, weer geen walkout. En een 84 plusje maar. Oh, dit is zo matig. Maar ik heb in ieder geval wel wat spelers gekregen. Hè? Dus gaan we nu meteen verkopen. En we gaan de Squad Builder Challenge afmaken. Deze packs waren best goed. Ik heb prima wat gekregen. Matig, ja. Op zich wel matig. Dat ik nou niet een walkout kreeg. En deze kon je trouwens helemaal niet met points openen. What the fuck. En dan heb je zo binnen 2 seconden 500k verneukt. Maar dan heb je wel een 86 in vorm. Holy. En die is niks waard. Holy. Let's go. Kijk jongens, dit is mijn team. Hier speel ik mee. Het is niet een heel goed team. Maar ja, maakt me eigenlijk ook niks uit. Ik hoef niet echt per se een goed team. Ik wil gewoon dat het fijn speelt. En dat speelt het wel. Dus ja, daar ben ik blij mee. Maar mensen, hopelijk hebben jullie genoten van deze video. We hebben wel een paar informs gekregen. Ziek nice. Ja, het was prima pack opening, vond ik. Wel matig dat we geen walkout hebben gekregen. Maar voor de rest was het prima pack opening. Heel erg bedankt voor het kijken. Vind je FIFA nou leuk? En wil je meer zien? Laat het weten in de reacties. En drop zeker weten een blauw duimpje omhoog achter. In ieder geval, ik wil jullie heel erg bedanken voor de support op mijn FIFA video. Dat jullie ze leuk vinden. En ik hoop dat ik gewoon leuke video's kan maken met FIFA. Heb je ideeën? Laat ze achter. En tot de volgende keer.